Goed, we hebben hem weer gesloten in de derde lus. En dan gaan we nu weer 3 omhoog. Dat is een stokje. En dan gaan we even kijken. 1 stokje maken. Ja. En dan gaan we weer 2 samen maken. Dus in de volgende steek gaan we weer hem ophalen. Eentje overslaan. In de volgende ook weer ophalen. En door 3 lussen. En weer een keertje, de laatste is 1. Nou, dan gaan we 3 lossen doen. 1, 2, 3. Dan gaan we 3 stokjes maken. Dus hier in deze opening gaan we 3 stokjes doen. 1, 2, 3. Dan mag je in de opening doen of in de steek zelf. Daarna 2 lossen. In de volgende opening doen we ook weer 3. Even kijken. 3. En dan doen we in deze doen we ook weer 3 stokjes. Maar dan pak ik de eerste van deze. Van die 3. Daar doe ik een stokje in. En dan wel in de steek. Eentje. En in de volgende steek ook eentje. Dan heb je weer 3 op een rij. Zo. Goed, dan weer 3 lossen. 1, 2, 3. Dan kom je hier terecht. En daar ga je ook weer in de ene laatste steek van die 7 steek je in. Dan maak je een stokje. In de volgende steek maak je een stokje. En bovenop een stokje doe je ook een stokje. Zo. Dan doen we weer 2 lossen. 1, 2. En dan ga je hier in deze opening. Dat is voor die. Daar doe je ook weer 3 stokjes in. 1, 2, 3. En dan die 3 lossen. 1, 2, 3. Dan kom je hier weer bij. En dat doe je in de allereerste stokje doe je gewoon 1 stokje. In de tweede doe je weer 2 samenhaken. Eentje overslaan in de volgende. Omslaan en door 3 lussen gaat hij de keer van haaknallen. En in de laatste stokje doe je ook een stokje. Nou, dan gaan we 3 lossen doen. 1, 2, 3. Dan ga je in de eerste boogje, daar doen we 3 stokjes in. 1, 2 en 3. Dan doen we 2 lossen. Dan gaan wij in de eerste, even in het laatste stokje, een stokje maken. Dus hier. Hier komt een stokje in. En in de 2 steekjes wie er daarna komen. Dus daar doen we een stokje in. En in de volgende steek doen we ook weer een stokje in. Zo. Dan doen we 3 lossen. 1, 2, 3. Dan ga je hierheen, naar de volgende. Dan ga je in de ene laatste steek van die 7, daar doe je ook een stokje in. In de volgende steek doen we ook een stokje. En een stokje op een stokje. Zo. Dan doen we weer 2 lossen. En dan ga je hier weer in deze opening gewoon 3 stokjes haken. 1, 2, 3. 3 lossen. 1, 2, 3. Nou, en dan ga je hier weer die eerste stokje, doe je 1 stokje in. In de tweede een onafgemaakt stokje. Eentje overslaan, in de volgende ook. Omslaan door 3 lussen. En de laatste ook weer. Nou, dat ga je dus helemaal rond doen. Totdat je weer hier bent. En dan zet je hem weer vast in de derde lus. En dan kom ik zo bij jullie terug voor ronde 22. Nou, dan zijn we weer. Ik heb hem gesloten weer. Dan komen wij bij dit stukje aan. En dan gaan we 3 lossen doen.
Zo. En dan gaan we deze ene overslaan en dan gaan we gelijk die tweede en dan gaan we samen haken weer. Zo. En nou doe ik wel even mijn speldje erin, want anders zie ik het misschien niet en nu weet ik het zeker. Nou, dan heb ik dat gedaan, dan gaan we 7 lossen doen. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Dan gaan wij even kijken hier tussenin en dan gaan we hier in het laatste stokje een stokje zetten. Dit is de eerste. Dan ga je hier in deze steek, in die twee lossen, ga je ook een stokje zetten. Op een of andere manier wil het vandaag niet zo goed. Oh, hier een stokje. In de volgende een stokje. Dus 2, 3. En in het eerste stokje van die 3 ga je ook weer een stokje zetten. Goed. Wat een gedoe zeg. Kijk. Dan heb je 4 stokjes gemaakt. Dan gaan we weer 7 lossen doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan ga je weer hier naartoe. Naar deze kant. Ja. En dan ga je hier ook weer in het laatste stokje een stokje maken. Dan in deze 2 lossen ga je ook een stokje zetten. 1. En in de volgende ook 1. Zo. En in de eerste stokje van de stokjes doe je ook weer een stokje. Heb je er weer 4 gemaakt? Dan gaan we weer 7 lossen doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan kom je weer hierbij. En dan ga je in de eerste stokje een half stokje maken. 2 op de lijn of op de haaknaald houden. Omslaan in de laatste stokje. Doorhalen naar 2, heb je weer 3 lussen en doorhalen met 3 lussen. 7 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nou, dan kom je hier bij deze 2, dit groepje aan. Dan ga je in het laatste stokje een stokje maken. Hier in die 2 lossen, daar doe je een stokje op ieders eentje. 1 en in de volgende 1. En in het eerste stokje doe je ook weer een stokje. Daarna 7 lossen. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Dan ga je naar het volgende boogje. Met die 2 lossen. Nou, dan ga je hier in het laatste stokje, daar doe je ook weer een stokje in. Zo. Dan ga je in die 2 lossen weer een stokje in doen. Oh, dan gaat hij weer los. Ik denk dat ik zo even moet stoppen. Dan gaan we hier in deze lus een stokje. Deze lus een stokje. En in de eerste stokje ook weer een stokje. En weer 7 lossen. 4. 5, 6, 7. Nou, en dan ga je hier weer heen. En dan ga je in de allereerste weer een stokje. Oh, een onafgemaakt stokje. Ik moet 2 samen haken, sorry. In de eerste een half stokje afmaken, zo. En in de laatste ook. Hopla. En dan door 3. En dan weer 7 lossen. 2, 4, 5, 6, 7. Nou, en dan ga je helemaal rond doen. En als je dan hier komt, zet je hem vast hier bovenop bij die ene lossen. Daar zet je hem vast. En dan heel even kijken of dat zo is. Nee, dat is niet zo. Nee, nog niet vastzetten. Ik kom straks terug en dan ga ik jullie vertellen hoe we hem vast gaan zetten. Goed, daar zijn we weer.
We gaan hem samen even sluiten. Wat we gaan doen is 4 lossen maken. 1, 2, 3, 4. Dan gaan we 1 keer omslaan. En dan gaan we hem hier bovenin op die steek, wie je hier zo boven ziet, daar gaan we hem insteken. En dan gaan we een stokje haken. Draad doorhalen, omslaan door 2, omslaan door 2. Want dan kom ik bij het vierde lusje uit. En daar moet ik ook komen met de volgende ronde. Nou, dan gaan we verder naar de volgende ronde. En dat is ronde 23. En wij gaan daar 3 omhoog. Dat is een stokje. Dan gaan we 3 stokjes in dezelfde steek maken. Dus in dezezelfde steek gaan wij nog 2 stokjes erbij doen. 1 en nou, hij wil niet. En 2. Ik weet niet wat het is, maar zo, 3. Dan doen we 7 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan gaan we naar de volgende opening met 7 lossen. En dan gaan we ook weer in de vierde steek. 1, 2, 3, 4. In de vierde steek weer 3 lossen of 3 stokjes. 1. 2 en 3. Dan weer 7 lossen. 1. Chucky, Chucky. Niet doen, niet aan de bloemen zitten. 3, 4, 5, 6, 7. Nou, dan ga je weer naar de volgende opening met die 7 lossen. En dan weer in de vierde. 1, 2, 3, 4. En dan gaan we ook weer 3 stokjes haken. Nou, dat gaat de hele ronde door. Dus 7 lossen. En dan in de vierde steek van die 7 lossen van de vorige ronde, daar doe je 3 stokjes in. Ik ga zo heel even kijken naar de andere haaknaald. Dit is zo lastig. Nou, dan ga je dus helemaal ronden totdat je hier bent. En dan kun je hem gewoon sluiten in die derde losse van het eerste stokje met een halve vaste. En dan kom ik straks terug voor de volgende ronde. Nou, we zijn weer aan het einde. We hebben overal die 3 stokjes gehaakt. En ik heb hem hier weer gesloten in die derde lus. En dan gaan we hier 3 lossen doen. Dat is een stokje van 1 van de 3 die we straks afmaken. Dus ik ga hier mijn speldje in doen en dan doe ik 2 lossen erbij. Dat is een boogje. Nou, dan gaan we omslaan en dan gaan we naar het laatste stokje van die 3 en daar gaan wij een stokje in zetten. Dan gaan we weer omslaan, dan gaan we in de volgende steek van die lossen een stokje maken. En in de tweede lus gaan we ook een stokje maken, zodat je 3 stokjes op een rij hebt. Nou, dan gaan we 3 lossen doen. 1, 2, 3. Dan gaan we hier naartoe omslaan. Dan ga je, heb je hier dat stokje. En dan 1 in de tweede lus, dan gaan we een stokje inzetten. Dus in het tweede lossen vanaf het stokje. Zo. Dan gaan we in de volgende lossen ook nog een stokje maken. En we gaan een stokje maken op het eerste stokje. Dus een stokje op een stokje. En dan heb je weer 3 lossen of 3 stokjes achter elkaar. Dan doen we weer 2 lossen. En dan gaan we hier in het laatste stokje een stokje maken. Omslaan. En dan ga je hier ook weer in de eerste stokje of lossen een stokje. En in de tweede doe je ook een stokje. Dan doe je 3 lossen. Ga je weer naar deze kant. En dan ga je ook in de tweede lossen vanaf het stokje een stokje maken.
in die losse steek. In de volgende losse steek doe je ook weer een stokje. En in de eerste stokje weer een stokje bovenop maken. Dan doe je 2 losse. In het laatste stokje een stokje. En dan weer in het eerste losse een stokje. En in de tweede losse ook een stokje. En dan doe je weer 3 losse. Nou, dat ga je helemaal rondom doen. En als je dat gedaan hebt, kom je hier weer uit. En dan ga ik hem samen met jullie sluiten, want wij moeten hier, nou, dat kun je ook wel trouwens doen, weer hier in die 2 lossen nog een stokje haken. En daarna kun je hem sluiten daar met die derde losse. Dat is alles. En dan kom ik straks terug en dan gaan we naar ronde 25. Nou, zijn we weer helemaal rond geweest. Ik heb hem hier gesloten met de derde losse. Wat we nu gaan doen is ronde 25 en wij gaan hier 3 omhoog is een stokje. En dan gaan wij hier in die 2 lossen, daar doen we 2 stokjes in maken. Het is een heel makkelijk rondje. En in het eerste stokje ook weer een stokje. Ik doe even hier toch mijn speldje in. Dan gaan we 9 lossen doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan komen we hier bij de volgende. Even kijken of dat klopt. Ja. En dan ga je hier in de laatste stokje een stokje zetten. Hier zo. 1. In die opening van 2, daar doen we 2 stokjes in. En in het stokje wie erna komt, daar doen we ook een stokje opzetten. En dan weer 9 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En dan gaan we hier weer naartoe. Het laatste stokje, een stokje. In de opening 2 stokjes. Nou, en dit ga je dus helemaal rond doen. En op het eerste stokje, wie je erna ziet, ook weer een stokje. Nou, dit is het. Als je hier bent, zet je hem weer vast in de derde lus. En dan kom ik straks terug voor ronde 26. Goed, we hebben hem gesloten in de derde lus hier. En nu gaan we naar ronde 26. En nu gaan wij, moet ik helemaal hier komen, in de 5e steek. Dus wat wij gaan doen is in de eerste steek wat je hier tegenkomt, haal je je draad op en gelijk door de haaknaald, de lus van de haaknaald. En dan noemen we een halve vast en dan gaan we vooruit. Nu ook weer, of een slipknot, hoe noem je zo'n ding ook alweer? Geen halve vaste, maar een... ik weet even niet hoe die heet. Ja, wel halve vaste. Nee, geen halve vaste. Nou, maakt niet uit. Draad doorheen en door je lus van de haaknaald. En dan hier ook weer. En ook weer hier doorheen. Eindemasse. En dan doen we hier ook. In de 5e lus moet ik komen. Dus ik ga hier. 1, 2, 3, 4, en de laatste is 5. Hoor even, 5. Nou, dan hebben we dus 5. Kijken, hier ben ik. En dan gaan wij 3 stokjes haken. En dan hier gaan we 3 omhoog, dat is een stokje. Dan gaan we in de volgende steek ook een stokje maken. En in de volgende steek daarna ook een stokje. Dan heb je 3 stokjes achter elkaar. We gaan even omwisselen. Dus dit is wel even dat je moet kijken wat je gaat doen. Dan doen we 9 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hier zijn we, 9. Dan gaan we in de 5e lus van deze volgende boog, 2, 4, 5,
Hier gaan we 3 stokjes in 1 haken. 1, 2, dus 3 stokjes in 1 steek. Chucky, laat dat. En dan, Chucky, hey, hallo, kijk me eens aan, niet doen. En dan gaan we weer 9 lossen doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan gaan wij, ik moet heel even goed kijken, die daar. Dan gaan we in de volgende, in de 5e steek, 1, 2, 3, 4, 5, ook weer 3 stokjes haken. In 1 en dezelfde steek. 2 en 3. Zo. Dan weer 9 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En dan doen we 3 stokjes achter elkaar. En dan moet ik even goed tellen. 1, 2, 1, 2, 3, 4. In de 4e steek gaan we beginnen. 1, 2, 3, 4. En daar komt dan ons eerste stokje in. In de volgende komt ons tweede stokje in. En in de volgende onze derde. Daarna doen we weer 9 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En dan doen we weer 2 van deze maken. Dus dit is het patroon. 3 stokjes achter elkaar. 9 lossen. Dan in 1 steek, in de 5e steek, 3 stokjes in 1 steek. Weer 9 lossen. In de 5e steek weer 3 stokjes achter, of in 1 steek. Daarna doe je weer 9 lossen. En dan begin je in de 4e steek al met 3 stokjes achter elkaar. En dat is het hele rondje. En dan zet je hem hier weer vast met de 3e lus. En dan kom ik straks terug en dan gaan we naar ronde 27. Zo, daar zijn we weer. Ik heb hem weer gesloten in die 3e lus. En dan gaan we nu naar ronde 27. En die gaat als volgt. Wij gaan hier 3 lossen doen. Dat is een stokje. Dan gaan we in dezelfde steek gaan we nog een stokje zetten. Dus dan heb je 2 stokjes in 1 steek. Dan gaan wij in het middelste stokje, dan doen we hier een stokje in, 1 stokje in het middelste. Dan 3 lossen, 1, 2, 3. En dan ga je weer in het middelste stokje weer een stokje zetten. Dus heb je 2 stokjes met 3 lossen ertussen in het middelste stokje. En in het laatste stokje doen we weer 2 stokjes in. 1 en 2. Dan krijg je zo'n blaadje. Dan gaan we 5 lossen doen. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kom je bij deze punt aan. En dan gaan we als volgt te werk. Wij gaan weer in de 2e lus vanaf deze stokje tellen. En daar gaan we een stokje in maken. Dus in de 2e lus vanaf het stokje. En in het lusje wie er tussenin zit, die is een beetje moeilijk te zien bij mij. En een stokje op een stokje. Dat hebben we net ook al gedaan dit. Dan doen we 2 lossen. Dan gaan we naar het laatste stokje, daar doe je een stokje op. Even een moment. Zo, daar was ik weer, daar was de postbode. Hehe. Met een onderdeeltje voor de auto. Maar goed, het laatste stokje heb ik een stokje gemaakt. En dan gaan we weer in het eerste lusje ook weer een stokje. En in het tweede doen we dat ook. Dus dan heb je weer 3 stokjes. En dan krijg je dit. Goed, dan heb je nu dat gemaakt. Dan gaan we weer 5 lossen doen. 1, 2, 3, 4, 5.
Dan heb je hier weer die punt en dan gaan we net als bij de vorige punt in de tweede van deze stokje in de tweede lus een stokje in de volgende lus en een stokje op een stokje. Dan doe je twee lossen. Dan ga je hier het laatste stokje ook weer een stokje maken. Dan ga je hier in deze, in de volgende lossen zeg maar, daar doe je ook een stokje in. En in de volgende doen we ook weer een stokje in. Dan weer 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Nou, dan kom je bij deze 3 stokjes achter elkaar. En die gaan dan als volgt. In de eerste doen we 2 stokjes in maken. 1, 2. In de middelste 1 stokje. 3 lossen. 1, 2, 3. En een stokje in dezelfde steek. En in de laatste, daar doe je er dan weer 2 in. 1 en 2. En dan doe je weer 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En dan ga je hier weer naartoe. En dan ga je hier weer in die tweede lus 2 stokjes. En dan hier een stokje. En dan doe je 2 lossen. En dan ga je hier een stokje op zetten. En dan hier in die 2 lossen ook nog een stokje. Nou, dit is dus eigenlijk het hele patroontje dit. En als je dat gedaan hebt, dan kun je hem sluizen hier weer in de derde lus van onderen. Met een halve vaste. En dan kom ik dadelijk terug voor ronde 28. Nou, daar zijn we weer aan het eindje. En ik heb hem hier weer gesloten. Gaan we naar ronde 28. Ronde 28 gaat als volgt. Wij gaan hier 3 lossen maken. En in dezelfde steken doen we nog een stokje. Zo. Daarna gaan wij. Ik moet even kijken. Dus 2 in 1. Oh ja. En dan heb je hier de volgende steek, doen we er eentje in. En in de laatste stokje doe je ook een stokje in. En dan heb je de 4 op een rij. Dat klopt, ja. Daarna doe je 3 lossen. Dan ga je in de tweede lus van hier, ga je ook een stokje in maken. Dus in het midden mag je ook in de opening doen wat je wil. 3 lossen, 1, 2, 3. Dan gaan we eerst weer in het eerste stokje een stokje. In het tweede een stokje. En in de derde doen we 2 stokjes in. Dus in de laatste doen we 2 stokjes. 1 en 2. Dan doen we 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Dan komen we hier. In het laatste stokje van die 3 doen we een stokje. In de opening van 2 doen we 2 stokjes. Nou, dit heb ik al eerder gedaan, hè. En in de volgende stokje doen we ook een stokje. En dan doen we weer 5 lossen. Nee, 9 lossen. 1, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Dan kom je hier en dan doe je hetzelfde. In het laatste stokje een stokje. In de opening doen we 2 stokjes in maken. Zo. En in de volgende stokje doen we ook een stokje. En dan doen we 5 lossen weer. 1, 2, 3, 4, 5. Dan komen we hier uit. En hier gaan we weer 2 stokjes in doen in de eerste. En daarna 2 stokjes achter elkaar. 1, 2, 3 lossen. In de tweede lossen of in de opening een stokje. 3 lossen.
Dan doe je hier eerst één stokje, weer twee stokjes achter elkaar. En in de laatste doen we twee stokjes in. Nou, hij bleef even een stekende draad. Zo. En hier doen we twee stokjes in. 1 en 2. Dan doen we 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En dan kom je weer hier. En dan ga je hier die 4 stokjes maken. Dan doe je 9 lossen. En dan ga je hier die stokjes maken. Nou, zo ga je dus helemaal rond, totdat je weer hier bent. En dan zet je hem hier weer vast met een halve vaste. En dan kom ik straks terug voor ronde 29. Nou, zijn we weer. Zijn we klaar. We hebben de derde gesloten. En we gaan naar ronde 29. En we gaan weer 3 omhoog. Is een stokje. En we gaan in dezelfde steek gaan we nog een stokje maken. Dan hebben we weer 2 stokjes. Zo. Nou, ik moet zeggen, ik ben nu de hele dag al aan het haken met dit en ik heb niet echt veel last, dus het is wel prettig. Dan gaan we hier weer 3 stokjes achter elkaar doen. De app gaat hier maar heel de tijd af. Dan komt mijn zoon is vandaag jarig. En jawel, 6 januari. 32 jaartjes. Dus de app gaat hier wel af. Met 3 lossen. 1, 2, 3. Maar goed, ik kan er nu niet heen, want zijn vrouw die is getest op corona. En we hebben nog geen uitslag. Dus ik hoop dat we nog vanmiddag uitslag krijgen. Dan kunnen we er vanavond nog heen. En anders wordt het morgen. En als het corona blijkt, ja, dan hebben we een klein probleempje, denk ik. Want wij zijn met oude nieuw daar geweest. Ja, goed, binnen 10 dagen, dat klopt. Dus, we hebben kans dat wij ook besmet zijn. Maar goed, daar moeten we nog maar even niet aan denken. Nou, 3 lossen. En dan gaan we in de tweede van dit hokje, daar gaan we een stokje maken. Je mag ook in de opening, wat je wil. Dan gaan we weer 3 lossen doen. 1, 2, 3. Omslaan. En dan gaan we hier weer in de, ook in het midden. En dan doen we ook weer een stokje maken. En dan weer 3 lossen. 1, 2, 3. En dan gaan we hier bij de stokjes, de eerste 3, gaan we gewoon achter elkaar doen. 1, 2, 3. En in de laatste doen we er 2. 1 en 2. Oh. Zo. Dan gaan we 9 lossen doen. 1, 2, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9. Dan komen we bij. Dit slaan we allemaal over. Dan kom je bij deze grote lange ketting van 9. En dan gaan we in de vijfde lossen. Gaan we 3 stokjes maken. 2, 4, 5. En hierin gaan wij 3 stokjes maken. 1. 2 en 3. Dan weer 9 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nou, dan kom je weer hier bij dit groepje aan. Dan gaan we weer. In de eerste doen we de 2 stokjes in. 1 en 2. Daarna gaan we 3 stokjes achter elkaar doen. 1, 2 en 3. 3 lossen. In de eerste opening, in de tweede lus, een stokje, of in de opening. 3 lossen. 2, 3. In de volgende, idem. En dan weer 3 lossen. Dan gaan we eerst weer 3 stokjes achter elkaar doen. 1. Oh, 1. 2. 3. Nou. 3. En in de laatste doen we er 2 in. 1
en 2. Dan doen we 9 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan gaan we naar die lange ketting en daar gaan we in de vijfde lus, daar doen we 3 stokjes in. 1, 2 en 3. Dan doen we weer 9 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En dan gaan we weer naar deze kant. Weer naar het groepje. Nou, en dat ga je dus helemaal rond doen. En als je weer hier bent, zet je hem weer vast in de derde lus met een halve vaste. En dan kom ik dadelijk naar ronde 30. Nou, dan zijn we weer helemaal aan het einde van deze ronde. En ik heb hem gesloten. Dan gaan we naar ronde 30. En dan gaan we weer 3 omhoog, is een stokje. En in dezelfde steek gaan we nog een stokje maken. Dan hebben we er weer 2 in 1 steekje gemaakt. En dan gaan we daarna, ik zal even snel tellen, 1, 2, 3, 4 stokjes achter elkaar maken. 1, 2, 3. Oh, dat ging iets niet goed. Dan deed ik het samenhaken, dat doen we niet aan. Even kijken. 1, 2, 3 en 4. Nou, dan gaan we weer 3 lossen doen. En dan gaan we hier weer in die tweede een stokje zetten. 3 lossen. Dus we gaan mooie kleine boogjes maken. In de volgende een stokje. 3 lossen en in de volgende een stokje en dan 3 lossen. Nou, dan kom je bij die stokjes aan, dan ga je de eerste 4 achter elkaar doen. 1, 2, 3, 4 en in de laatste doen we er weer 2 in. Dan doen we 5 lossen. 4, 5. Dan kom je weer bij deze aan en dan doen we net als we er net al deden in de tweede lus vanaf die stokje een stokje, in de volgende een stokje, in de eerste stokje een stokje, 2 lossen en dan in de laatste een stokje en weer 2, hier een stokje, 2 achter elkaar. En in de volgende ook. Dan heb je weer zo'n groepje gemaakt. Dan doen we weer 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kom je weer bij deze aan. En dan gaan we weer 2 stokjes in de eerste maken. Daarna 4 stokjes achter elkaar. 1, 2, 3, 4. Daarna gaan wij 3 lossen doen. Gaan we hier weer stokjes maken in de boogjes. 3 lossen. En hier ook een stokje. 3 lossen. En hier ook weer een stokje. Oh. 3 lossen. En dan gaan we hier weer 4 stokjes achter elkaar doen. 1. 2, 3, 4 en in de laatste doen we er weer 2 en dan doe je 5 lossen, 3, 4, 5 en dan ga je hier weer in de eerste 2 lossen voor die stokje, doe je een stokje in en een stokje op een stokje, doe je 2 lossen. En dan ga je in de laatste een stokje doen en hier weer in 2 lossen ook een stokje. Nou, en dat ga je helemaal rond doen en dit is dan het patroontje wat je moet doen. Nou, ben je weer hier, zet je hem weer vast in de derde lus met een halve vaste en dan kom ik dadelijk terug voor ronde 31. Nou, we zijn weer helemaal aan het einde gekomen en dan gaan we nu naar ronde 31. En dan gaan we
3 omhoog, 1, 2, 3. En in dezelfde steek doen we nog een stokje zetten. Zo. Dan doe ik even een steekmarkeertje erin. Zo. En dan doen we nog 2 stokjes achter elkaar. 1 en 2. Dan doen we 3 losse. 1, 2, 3. Dan hebben we hier die stokjes en dan gaan wij in de ene laatste stokje een stokje zetten. Zo. En weer 3 lossen. 1, 2, 3. En dan ga je hier weer in deze openingetjes een stokje zetten. Dus ik zet het in de tweede lus. 1, 2, 3. In de volgende ook een stokje. 3 lossen. In de volgende ook een stokje. 3 lossen. In de volgende ook een stokje. 3 lossen. Nou, en dan ga je nu, ik moet heel even goed kijken, ja, de tweede, in het tweede stokje, een stokje, 3 lossen. En dan gaan we hier weer, in de derde stokje van achteren, dus deze, en dat is 1, 2, 3, in het vierde stokje van die kant uit, daar doen we een stokje in. 1. En in de volgende ook 1, is 2. En in de laatste doen we er 3 in. 2 in, sorry. Zo. En dan maak je zo'n groepje. Dan heb je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hokjes met 3 lossen. Dan doen we weer 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Nou, dan kom je weer hier bij dit groepje aan. En dat doen we net als de hele tijd doen. Een stokje in de laatste stokje. 2 stokjes in de opening. 2. En een stokje in de eerste stokje. En dan heb je er weer 4 op een rij. Weer 5 lossen. 3, 4, 5. En dan kom je weer hier. Nou, dan gaan we hier in de eerste. Daar doen we 2 stokjes in. 1, 2. Dan doen we 2 stokjes achter elkaar. 1 en 2. 3 lossen. Dan gaan we in de ene laatste steek of stokje ook een stokje maken. Zo. 3 lossen, in de volgende boogje een stokje, 1, 2, 3, hier in het volgende boogje ook een stokje, 1, 2, 3, in het volgende boogje weer een stokje, 1, 2, 3, weer een stokje in het boogje, 3 lossen. Dan ga je in de tweede stokje een stokje zetten. 3 lossen. En dan in de vierde. En daar ga je ook een stokje in zetten. Dan ga je een stokje in de ene laatste zetten. En in de laatste doen we 2 stokjes. 1, 2. En dan weer 5 lossen. En dan kom je weer hier. En dan ga je in de laatste stokje een stokje zetten. In het midden ook 2 stokjes in de opening. En in de eerste stokje doe je ook weer een stokje. Nou, en dat ga je dus helemaal rond doen. En dan kom je weer hier en dan zet je hem vast met een halve vaste. En dan kom ik dadelijk terug voor ronde 32. Goed, we hebben hem weer gesloten in de derde lus met een halve vaste. En dan gaan we nu naar ronde 32 en we gaan als volgt weer 3 lossen doen. En we gaan in dezelfde steek gaan wij nu nog een stokje maken. Dan hebben we er weer 2. Daarna gaan wij weer 3 stokjes achter elkaar doen. Dus in de volgende steek en 1,
En de volgende is 2. En de volgende is 3. Gaan we 3 lossen doen. 2, 3. En dan gaan we hier weer een stokje. 3 lossen. Het worden nu makkelijke rondjes. Die heb je ook zo klaar. Want je maakt steeds meer van deze boogjes met 3 lossen. Dan ga je in de volgende. 3 lossen. En in de volgende een stokje. 3 lossen. Een stokje. 3 lossen. En een stokje. 3 lossen. En een stokje. 3 lossen. En dan gaan we weer hier 3 stokjes achter elkaar maken. 1, 2, 3. En in de laatste doe je er 2 in. 1 en 2. 3 lossen. 1, 2, 3. En dan ga je voor die stokje in de tweede lus een stokje maken. Zo. Weer 3 lossen. En dan ga je hier na dit stokje ook in de tweede lus een stokje maken. En dan weer 3 lossen. Dan kom je weer bij die stokjes aan. En daar doe je hier in de eerste 2 stokjes in. En daarna doen we weer 3 stokjes achter elkaar. En dan doe je weer 3 lossen. En dan ga je al die boogjes weer maken. En dat is het. Als je dat gedaan hebt, dan zet je hem hier weer vast met een halve vaste. En dan kom ik straks terug voor ronde 33. Nou, zijn we weer aan het einde gekomen van die ronde. Gaan we nu naar ronde 33 en dan gaan we weer 3 omhoog. En dan gaan we hier in dezelfde steek gaan we weer een stokje maken. En daarna gaan wij 4 stokjes achter elkaar maken. 1, 2, 3 en 4. Daarna doen we 3 lossen en dan gaan we weer die boogjes allemaal maken. 1, 3 lossen, het tweede boogje, 3 lossen, nog een boogje is 3. Vier, vijf, zes, zeven en acht. En nog 1 keer 3. En dan gaan we eerst weer 4 stokjes achter elkaar doen. 1, 2, 3, 4. En in de laatste doen we er weer 2 in. 1 en 2. Doen we 3 lossen weer. Dan kom je bij deze groep aan met die 3 hokjes. En dan ga je in het tweede hokje in het midden, in de tweede lus, een stokje maken. En dan doen we weer 3 lossen. Dan komen we weer bij deze stokjes aan. En dan gaan we nu in de allereerste stokje 2 stokjes haken. En daarna 4 stokjes achter elkaar. Zo. En dan doen we weer 3 lossen. En dan ga je al die boogjes weer maken. Nou, dat is dus het hele patroontje wat er gaat gebeuren.
Ben je weer aan het einde, zet je hem weer vast in de derde lus met een halve vaste en dan kom ik dadelijk terug voor ronde 34. Goed, zijn we weer aan het einde gekomen van deze ronde en dan ga ik hier weer die drie lossen doen. En dan gaan we weer in dezelfde steek weer een stokje maken. Ik weet niet of jullie het nu nog goed kunnen zien, maar het wordt hier natuurlijk donker. Ik heb hier één lampje aan. Dus ik hoop dat jullie nog wat kunnen zien. En anders moet je maar, ja, ik vertel het. Dus dat scheelt ook. Daarna gaan wij twee stokjes achter elkaar nog haken. 1 en 2. Dan gaan we nu drie lossen doen. En nou gaan wij bij die stokjes, bij de ene laatste stokje, gaan we ook een stokje haken. Dus dan maken we een nieuw hokje. Dan gaan we weer drie lossen doen en dan gaan we al die hokjes weer maken. En dan weer drie lossen. Zo. Drie lossen. Drie lossen. Drie lossen. Stokje, drie lossen, een stokje, drie lossen, stokje, drie lossen, stokje, drie lossen, een stokje, drie lossen. En dan gaan we hier in de tweede stokje een stokje haken. En dan doen we weer drie lossen. Oh. 1, 3. En dan gaan wij weer in de derde stokje waar je hier ziet. 1, 2, 3. Dus in dat derde stokje gaan we een stokje maken. En dan gaan we weer twee stokjes achter elkaar doen. En dan twee stokjes in de laatste stokje. 1 en 2. Dan doen we 3 lossen. Dan gaan we gelijk door naar de volgende stokjes. En daar doen we in de eerste 2 stokjes in. 1, 2. En dan daarna 2 stokjes achter elkaar. En dan gaan we weer die 3 lossen doen. En dan doe je weer in de ene laatste stokje een stokje in. En dan ga je weer boogjes maken. 1, 2, 3. Nou, en dat ga je helemaal rond doen. En als je nou hier bent, zet je hem weer vast met een halve vaste. Dan kom ik straks terug voor de volgende ronde. Zo, daar zijn we weer. De ene laatste ronde gaan we doen. En we gaan weer 3 omhoog, is een stokje. En we gaan dan in dezelfde steek gaan we nog een stokje maken. Zo, dan gaan we hierna nog 3 stokjes achter elkaar doen. Dus we gaan hier insteken en we gaan 3 stokjes achter elkaar doen. 2, 3. En dan gaan we boogjes maken met 3 lossen en een stokje in de tweede lus. 3 lossen. In een stokje. Nou, jullie gaan dit ook even doen. En dan kom ik zo terug, ga ik jullie vertellen hoe het middenstukje moet als we deze af hebben. Dus ik kom zo weer terug. Nou, ik heb hier bijna die laatste gemaakt. Dan ga ik nog die laatste doen. En dan gaan we gewoon hier eerst weer 3 stokjes achter elkaar doen. 1, 2, 3. En dan gaan we in de laatste 2 stokjes inmaken. Dan gaan we gewoon naar de volgende groepje. En dan gaan we in de eerste weer 2 stokjes doen. En 3 stokjes achter elkaar. En 3. En dan doen we 3 lossen. En dan gaan we hier weer allemaal die boogjes weer maken met 3 lossen. En dat is eigenlijk het hele rondje wat je moet doen.
Dus kom je weer hier, dan zet je eerst in de eerste drie 1 stokje, in de laatste 2 en je gaat gelijk door naar de volgende stokjes en dan doe je in de eerste 2 en in de laatste 3 gewoon 1. Dat is dus het hele eiereten. Ben je hier, sluit je hem weer af met een halve vaste en dan kom ik dadelijk terug. Oh nee, met dan pas de ene laatste ronde. Sorry. Goed, dus we gaan deze afmaken. Tot zo. Goed, nou we zijn hier aan het einde gekomen. En nou moet ik in die derde, hier in het laatste stokje moet ik komen daar. Dus ik ga eens 1 steekje opschuiven. Oh wacht, daar ben ik al. Dus in het volgende stokje ga ik een half vaste maken. En dan ga ik hier 3 losse doen. Dat is een stokje. En dan ga ik hier nog weer even 3 stokjes maken. En dan gaan we weer gewoon 3 losse maken. En gaan we allemaal boogjes weer maken. 1, 2, 3. Nou, en dan gaan we weer boogjes doen. Hier zo in, ja. Ik zag een foutje. 1, 2, 3. En hier ook weer. Nou, en dat ga je dus helemaal doen. Helemaal rond. Ik ga nou even deze maken. En dan zal ik jou zo vertellen wat we gaan doen als je weer bij die stokjes bent. Dus tot zo. Nou, hier ben ik dan bij die stokjes. En dan gaan we nu naar die 3 lossen. Ga ik alleen 3 stokjes haken. Dus dat is in de eerste stokje doen we 1 stokje. In de volgende eentje. En in de volgende nog 1. Nou, dan gaan we gewoon verder naar de achterste. De achterste 3, daar gaan we dus ook een stokje doen. Dus wij gaan 1, 2, 3, 4 overslaan. En in de 5e gaan we weer een stokje maken. 1 en dan weer 3 stokjes aan het eind. En zo heb je 6 stokjes achter elkaar. En dan doen we weer 3 lossen. En dan gaan we weer al die boogjes maken. En dat is dus helemaal het rondje wat je moet doen. Dus, hier de eerste 3 stokjes en aan het eind de 3 stokjes. En dan de boogjes. Nou, als je die gedaan hebt deze ronde, dan kom ik zo meteen bij jullie terug voor de allerlaatste ronde. En dan gaan we hem afronden. Goed, daar zijn we dan. Gesloten in de derde lus. En nu ga ik de allerlaatste ronde doen. En dan gaan wij in de volgende lus een halve vaste zetten. En in de volgende ook. En dan gaan we nu in de allereerste losse ook een halve vaste zetten. En dan gaan we 5 lossen doen. 1, 2, 3, 4, 5. Dan gaan we in de tweede lus, in de tweede losse, doen we een vaste zetten. Ik doe hier even mijn steekmarkeertje in. En dan doen we weer 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En die zetten we dan weer vast. Even kijken. Ook weer in de eerste lossen van de volgende boog. Zo. Dan 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Dan doen we in de tweede een vaste. Oh, van diezelfde. Hier zo gaat een vaste in. En 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Dan gaan we naar de volgende weer. In de eerste steek een vast of een vaste. Vastzetten bedoel ik. In de tweede gaan we een vaste doen. En dan weer 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. In de volgende boog in de eerste weer een vaste zetten. En in de tweede een vaste. En 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. In de eerste een vaste vastzetten. In de tweede een vaste
5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. In de eerste een vaste. In de tweede een vaste. 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Een vaste. In de volgende boog in de eerste. En in de tweede ook een vaste. 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. In de eerste een vaste. In de tweede een vaste. 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. In de volgende weer. In de eerste een vaste. In de tweede een vaste. 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. In de eerste een vaste. In de tweede weer een vaste. 5 lossen. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Hier weer een vaste. Nou, dat doe je even totdat je hier bent en dan kom ik zo weer terug. Dan ga ik je vertellen wat we daar doen. Nou, dan ben ik er alweer. En dan krijg je dit zo te zien. Dus een schulpende randje, zeg maar. Of jou, hoe je het ook noemen moet. Een mooi randje. Nou, dan kom je hier terecht. En daar doen we gewoon 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En die zet je dan weer vast in de volgende eerste opening die je ziet. Zo. En dan doe je hier weer 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En dan ga je in de tweede weer een vaste zetten. En weer 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Nou, dat is het eigenlijk. Dus kom je weer bij die vaste of die stokjes aan. Daar doe je 5 lossen. Dus hier doe je 5 lossen. En dan ga je gelijk door naar de opening. En dan zet je hem weer vast in de allereerste met een vaste en dan weer 5 lossen. En zo ga je weer helemaal rond. Nou, en als je dan hier komt, zet je hem gewoon weer vast. Je zet hem gewoon hier vast bij de allereerste steek, weer waar je net bent begonnen met een halve vaste. En dan kun je hem afhechten. En dan kom ik zo terug en dan ga ik jullie vertellen hoe groot dat hij is geworden. En dan laat ik jullie het eindresultaat zien. Dus tot zo.